Yo, de gasten en welkom bij een nieuwe aflevering van Road to Argentinië. We hebben de vorige aflevering een beetje met een cliffhanger afgesloten. We hadden namelijk 6 punten. De wedstrijden gingen erg goed. Er waren een paar rage quit en dat waren dubbele punten. Dat was de 10e aflevering. Dus we waren binnengelopen. We hadden 6 punten in totaal. En we hadden de laatste non-rare gouden speler voltooid. Dus daarmee konden we 2 gouden rare spelers halen. En ik heb aan jullie gevraagd wie dat moesten zijn. Wil je op een betrouwbare Nederlandse plek coins kopen voor jouw ultimate team? Dan moet je naar vivacoinservice.com gaan. En als je dan de code FCR gebruikt, krijg je korting op je aankoop. En daarnaast word je, als er iets fout gaat met je bestelling, ook gewoon direct via hun Nederlandse live chat geholpen. Er waren echt duizenden comments achtergelaten. En ik heb ze niet allemaal individueel bekeken, maar ik heb vooral gekeken naar spelers die het meest voorkwamen in de comments. En ook de top comments. Een van de top comments was van Mark, wat wel hard aan is die. En hij zei, Raoul, je moet eigenlijk gewoon Otamendi en upgraded Dybala halen. En heel veel mensen zeiden inderdaad Otamendi. Heel veel mensen zeiden Dybala. Ik had graag wel iets meer reacties met Icardi of Palacio gezien. Maar ja, goed. Jullie stem geldt, want ik had het aan jullie gevraagd. Dus we gaan 2 spelers toevoegen aan ons team. Otamendi, jij gaat onze verdediging versterken. En welkom in de club. Zijn inform is een ziek goed kaartje. Dus ik kan niet wachten tot we genoeg informpunten hebben om hem te gaan halen. En in de spits, Vietto, je krijgt sowieso een plek op de bank. Want ja, je hebt het ontzettend goed gedaan. Wie gaat dan weg? Lorenzetti, ja, jij mag wel weg. En voor hem in de plaats komt Dybala. Heerlijk spelertje. 89 dribbelen, 87 pace. En kijkers die al wat langer zijn blijven hangen weten dat ik wel eens een Divisie 1 team squad builder heb gemaakt. En daar zat de normale versie van Dybala in. Dus ik ben zo benieuwd hoe zijn inform zal spelen. Of zijn inform zijn upgraded versie bedoel ik. Met die rare glimmende kaartjes ziet het team toch ineens wel heel sappig eruit. We gaan verder in het toernooi waar we gebleven waren. En dat is namelijk de ronde voor de finale. De halve finale dus. We kunnen vandaag, als we allebei de wedstrijden winnen, een inform punt binnenslepen. En misschien wel inform Otamendi of inform Dybala pakken. Want ja, die hebben we nu in ons macht. En er is ook nog een andere speler die we direct kunnen upgraden zonder dat we zijn normale versie ervan nodig hebben, want die hebben we namelijk niet in het boek zitten. Het zou ook echt super chill zijn als je voor deze video een blauw duimpje mogen achterlaten. Dat zou gewaardeerd worden door mij persoonlijk. En er is gisteren een video online gekomen over PokerFIFA. Het is eigenlijk best belangrijk dat je die kijkt, want ik laat aan jullie de kans over om de nieuwe Pokémon te kiezen voor het nieuwe seizoen van PokerFIFA. De tegenstander van de halve finale is gevonden. Voor 1 punt en een plek in de finale komen we tegen dit Bundesliga BBVA team. Goed gebalanceerd teampje, weinig op aan te merken. Heel veel sterke en goede spelers. Heel veel hoge rated spelers. Sergio Alberto Ramos, dit gaat nog heel lastig worden, denk ik. Olympia Stadion, daar ben ik geweest met Robbie en Matty bij Berlijn. Hopelijk kunnen wij er nu wel zegen vieren, want die wedstrijd waar ik was geweest, die eindigde in 0-0. En daar hebben we natuurlijk niks aan. En daarnaast, 0-0 is een uitslag die helemaal niet kan als je een cup speelt. Oh jee, nee Benzema, lekker Otamendi. Zijn eerste actie voor de club is gelijk een goede en een belangrijke. Milano, je gaat erdoor. Oh, Sergio Morbeto Ramos, wat gaan we voor jou verwachten? En Mancoyo, hoe krijg je hem vanaf die afstand over? Ik drukte niet eens zo heel hard op schieten volgens mij. Oh, dat had er moeten zijn. Dat had een 0 tegen 1 moeten zijn. Dit is een gevaarlijke kans, want Kroos die heeft zeker de nodige afstand schoten. Ja, hoe moet ik hier nou in spelen? Hoe moet ik hier een goede tackle maken? Wat? Jee, fix je shit. En nu terug op Milano. Kijk, het voordeel van die lek is wel dat je precies weet wat je wil gaan doen. En dat het even duurt voordat je het doet. Maar dit ook dan. Nee, paas. Oh, hij zit. Mooi. Ik wil hem eigenlijk op Dybala paas. Die stond veel beter vrij. Maar Mancoyo, die doet het gewoon. En nou ja. Dit heeft echt met IE te maken, want ik weet 100% zeker dat het niet aan mij ligt. En mijn tegenstander, daar zou het dan ook niet aan moeten liggen, want dan heeft alleen hij er last van. Voorzet, gewoon in één keer ervoor slingeren. Milano, ligt klaar voor Dybala. Oh, god, nee, dat had ik niet in één keer moeten schieten. Maar ja, dat is natuurlijk ook niet mijn intentie, alleen het lekt te veel. Vrije trap, Mancoyo, je hebt de goede stats daarvoor. Dybala, die heeft misschien nog wel beter. Valeri, oh, dat zou smikkelen zijn. Iets naar rechts. Oké, nu moet ik zorgen dat ik niet te lang blijf hangen door die lek. Dus dat mijn power goed is. Ik heb hem nu al ingedrukt, dus hopelijk is het... Ja. Ik heb hem ingedrukt en een seconde later zie ik pas dat ik heb geschoten. Het is nu rust. Het staat 0-1. Hij heeft een paar kansen gehad. Ik heb een paar kansen gehad. We allebei kansen gehad waarvan als er geen lag zou zijn, dat we hebben gescoord. Dus ik kan nu wel de hele tijd aan het bitchen zijn. Maar ik ben niet alleen voor mezelf aan het bitchen. Ik ben ook namens mijn tegenstander aan het bitchen. Want het is natuurlijk gewoon onzin dat je allebei €60 neertelt voor zo'n game en niet eens normaal kan spelen. Mancoyo, ja, op Tino Costa en...
Ja, heel lekker afgemaakt. Binnenkant paal erin, Albertino Costa. Sommige mensen zullen me misschien corrigeren als ik Tino Costa zeg. Maar als je goed achter op zijn shirt kijkt, zie je dat daar Tino Costa staat. Dus vandaar dat ik hem ook bij zijn bijna noem. Want ja, we hebben wel zo'n band. We hebben wel zo'n persoonlijke band dat hij zoiets heeft gezegd. Weet je wat, ik mag jou Roelie noemen in plaats van Raul. Dan noem jij me maar Tino in plaats van Albertino. En volley. Heel hard schot. Heerlijk hakje van Paulo Dybala, die de bal nu terug gaat krijgen, als die aan zou komen. Oh, ja. Nou, Sergio, je wordt bedankt voor de bal en je wordt bedankt voor het doelpunt. Ik vind het oprecht zielig voor mijn tegenstander, want dit zijn fouten die je normaal gesproken niet zou maken, mag ik hopen. Hier, hij levert die bal gewoon in uit de draai. Die, ja, lullig voor hem, goed voor ons. Niks aan te doen. De ene keer zit het mee, de andere keer zit het tegen. Heyo, Dybala, eerste goal voor de club. Weer ingeleverd door mijn tegenstander, maar we hebben in ieder geval ons debuutgoaltje met Dybala. Weer had hij de bal gewoon, maar levert hij hem waarschijnlijk geheel onbewust in. En scoren wij 0-4. Mijn tegenstander drukt nu op pauze. Als hij het gehad, hij heeft het inderdaad gehad. Kijk, normaal gesproken zou ik dit niet als een ragequit tellen, waren het niet dat hij echt gewoon geragequit is. Ik heb ook last van die verbinding, dus als we hadden verloren, dan was het uiteindelijk altijd ook gewoon meegeteld. Dus zijn ragequit telt ook gewoon mee. 2 punten voor deze wedstrijd. Lekker bezig, grap. De wedstrijd gewonnen en een ragequit, dus dat zijn 2 punten die we nu hebben. En normaal gesproken zouden we daar iemand mee kunnen plakken. Maar ja, alle spelers van 1 of 2 punten hebben we al, dus we moeten nog een wedstrijdje wachten. Het voordeel is wel dat, ook al winnen we finale, ja of niet, winnen we wel, winnen we niet. Pakken we wel de beker, pakken we niet de beker, we krijgen daar sowieso een punt voor. Dus aan het einde van die wedstrijd kunnen we nog een speler gaan kiezen. De latency was gewoon groen, dus daar zal het niet aan liggen. Hopelijk gaat hij niet ragequit als hij deze kit ziet. Nee, hij is aan het spelen. Wat een waaghals. Wat voor een team heeft hij? Hij heeft het volgende team. Een geheel... Oh, daar zitten wel een aantal spelers in die ik graag zou willen hebben. Inform Lamela, Otamendi, maar die hebben we al unlocked. Inform Tevez, Aguero. Het zijn toch een aantal Argentijnen waar ik... wel graag mee zou willen spelen als we de kans hadden. Belangrijkste is natuurlijk gewoon dat we hem winnen. Die punten die boeien me niet zo. Ik wil dat informpunt. Want we kunnen een nieuwe kleur speler toevoegen. Nieuwe kleur. Niet inform of zo, maar gewoon een kleur. Dybala, Lano, skill dribbling. En dat zorgt ervoor dat hij er langs... Luke Shaw, wat een onderschepping. Eerste indruk van mijn tegenstander is dat hij nogal gehaastige beslissingen maakt. Maar misschien doe ik dat zelf ook wel. Maar ik denk wel dat we een kans maken om te kunnen winnen. Ondanks dat hij gewoon echt een veel beter team heeft. Ja, oh, wat een heerlijke opening. En hoe gaan we dit afmaken? Met een tramballetje. Assier. Yes. Sorry voor het zweten. Ik moet even een handdoek pakken. Even ook zo zweet afvegen. Maar als je in de finale staat en je kan een inform weten krijgen, dan moet je dit soort ballen nemen. 0-1 voorsprong. Milano, Dybala, partnership klikt gelijk. Je moet niet uit positie lopen. Wat zeg ik nou? Sanchez, hij gaat naar binnen weer. Yes, goed geblokt. Weer een kans, weer zo'n kans. Net als de eerste keer. Valeri, wat ga jij doen? Jij gaat ook naar binnen. Hey, penalty. Let's go. Tino Costa, we hebben al zoveel op jou vertrouwd deze aflevering. Kan je het nu weer voor ons doen? Ik ga in de rechterkruising schieten. Rechterkruising. 0-2. Nee, niet vlak voor rust. Carlitos Tevez. Jij Argentijnse bastaard. Had niet gehoeven. Ik stap hier compleet verkeerd in met Otamendi en Funes Mori. Ik liep iets te ver naar voren met hun, dus dat had ik gewoon niet moeten doen. Eigen domme fout had voorkomen kunnen worden. Maar gelukkig hebben we nog steeds 1 doelpunt voorsprong. Rust. We hebben 1 schot op goal gehad. 1 goal. Klopt niet echt, want we hebben er sowieso wel 2 gehad. Maar waarschijnlijk niet heel veel meer dan dat. Mijn tegenstander heeft 3 schoten op goal gehad. Maar wij staan voor en daar gaat het om. Ik moet het beter vasthouden. Misschien wat wissels plegen straks. We hebben echt heel veel betrouwbare spelers op de bank zitten. Maar voorlopig gaat het nog goed. Heerlijke combinatie. Dat was niet de bedoeling daarheen. Maar uiteindelijk pakt het goed uit. Mancoyo, korte hoek. Paal, rebound. Valeri, Bekerboy. Yes, 1-3. Het was nog even spannend. Ik wist niet zeker of hij erin zou gaan. Maar we hebben weer die 2 doelpunten voorsprong. Dit was wel een hele lekkere combinatie, jongens. Weer zo'n heerlijke combinatie. En would you like some salt with those chips? Yes, he would. Jongen, maar je maakt het ook wel echt heel makkelijk voor ons. We hoeven zelf bijna niks te doen. Je levert die bal gewoon in en wij scoren dan. En regelrechte ragequit. Hij heeft zijn Xbox uitgezet. En dat betekent finale gewonnen. 1 punt. Meegedaan de finale. 1 punt. Ragequit. 1 punt.
En een informpunt. Met die informpunt die we zojuist hebben gekregen, wilde ik eigenlijk een speciale speler halen. Roelie heeft het ontzettend goed gedaan voor ons. Hij heeft een upgraded versie, die moeten we eigenlijk toevoegen. Maar ik had altijd zoiets van, ja weet je wat, als zijn normale versie al zo ongelooflijk beast is, hij is echt serieus heel goed, dan zou zijn upgraded versie dat ook moeten doen. Maar in mijn achterhoofd had ik al, ja weet je, hij zal nooit meer de beste keeper worden van Argentinië. Want er is gewoon een betere speler en die kunnen we nu eindelijk unlocken met dat informpunt. Willy Caballero, hij heeft een oranje kaartje gekregen voor zijn goede prestaties in de Capital One Cup. Volgens mij is dat die Cup van Engeland. Daar heeft hij heel veel penalties gehouden in die penaltyreeks tegen Liverpool. En wij gaan hem nu gebruiken. We hebben een informpunt, dus we mogen hem gebruiken. En daarnaast hebben we ook nog 5 punten over. Dus we hoeven de volgende aflevering maar 1 wedstrijd te winnen. Dan kunnen we weer een upgrade plaatsvinden. En nu begint het een beetje lastig te worden. Ik zit zelf te denken aan een middenvelder, want ja, we hebben een verdediger geüpgraded, we hebben een aanvaller geüpgraded. Nu is het tijd voor een middenvelder. Dat kunnen verschillende mensen zijn, maar het is zo lastig. Ik vind ze allemaal heel goed. Tino Costa en Mancoyo zijn serieus hele goede non-rare spelers. Alleen, er is natuurlijk altijd wel een betere optie en die gaan we ook toevoegen. Het is de centrale middenvelder, een van mijn favoriete middenvelders van het hele spel. Ik heb hem met Poker FIFA ook al veel gebruikt, niemand minder dan Pereira. Zijn statistieken zijn echt heerlijk. Ik heb mijn first owner. Ik had hem toen gepakt met Poker FIFA. En uiteindelijk heb ik 93 wedstrijden met hem gespeeld. 20 goals gescoord, 20 assists gegeven. High work rates. Verdedigt mee. Kan het ook, want 74 defending. Forster weak foot, forster skills. Hij is sterk, hij is lang, kan goed koppen, kan goed afmaken, kan goed pasen, dribbelen. Die gozer is echt de perfecte middenvelder. En ik denk dat hij misschien wel op de plek van Costa gaat staan. Mancoyo is namelijk ontzettend goed. Costa 77, weet het. En Tino met pijn in mijn hart. Maar misschien krijg je later nog een kans. Vervangen we je. Jij wordt in ieder geval bedankt voor het kijken naar deze aflevering van Road to Argentinië. Like zou awesome zijn. Vergeet ook niet te abonneren als je nog niet hebt gedaan. Er staan heel veel links naar afspeellijsten onder in de beschrijving. Heb jij een serie gemist of wil je nog een keer terugkijken? Dan kan dat daar. Je wordt bedankt voor het kijken. En ik check jullie later. Ciao gasten.